Welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe bierreview hier bij Bier met Menno op de vrijdagavond, 7 uur. Vandaag gaan we een bierstijl reviewen waar jullie van weten dat ik er niet de grootste fan van ben, maar ik denk het is lekker weer vandaag, het is lekker weer. Het is momenteel 28 graden. 28 graden. Het is warm. Het is warm, dus ik dacht aan deze bierstijl en het gaat over... De bierstijl Fooded Sour Berlinerweizer van brouwerij Lost Check in Berry Bombastic. En zoals jullie kunnen zien aan het etiket, ziet hij er al fruitig uit. Je ziet bramen, blauwe bessen, frambozen ook erbij. Check. Brouwerij. Voor het eerst op het kanaal hier bij Bier met Menno. En hij komt uit Geest. Uit Geest. Dus ik ben benieuwd. En we gaan hem gewoon openen, toch? Glas erbij. Ik pak dit glas erbij. Gewoon Bierlof C20 proefglas. Waarom niet? Hè? Het alcohol. Ingrediënten. We gaan eerst even naar de ingrediënten: water, gerst, tarwe, bosvruchten, haver, lactose en gist. En geproduceerd door, wat ik net zei, brouwerij Lost, Smallekamplaan 36 in uit Geest. Inhoud 440 milliliter en tenminste houdbaar tot die onderkant blik. 18 mei volgend jaar 2023. Dus, maar dat gaat hij niet halen, want hij gaat nu open. Hier kunnen jullie ook zien, hij is trouwens 8% aan alcohol. Hier kunnen jullie ook zien, geeft ze aan hoe die moet. Nou, hoe die is om te smaken. De sweet, tartness, bitter, foody en fullness. Maar ik heb hier zin in. Of zin in, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar de kleur. Ik hoop eigenlijk dat het een mooie, sour kleur is. Zoals... Hij zit vol, joh. Daar gaan we. Oké, dan. Check. Kleur is een beetje, jawel, typische zoute kleur. Ik zie er niks doorheen. Schuimkraag is een beetje licht, nou kan je het roze noemen. Ja, licht, heel licht roze, maar dan ook heel licht. En ik ben gewoon benieuwd. Ik ga gewoon naar de neus. Ja, ja. Ik ruik de zuurigheid, of zuur, maar niet erg zuur, maar ook wel de bramen en de bosbessen ruik ik in de geur. Ja, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben gewoon benieuwd wat ik net zei, het is lekker weer. Het is voor mij ja, iets te warm, 28 graden. Maar daar is dit bier lekker dan bij, hè, zeggen ze. Ik ga ze opnemen. Ik zeg proost. Oeh. Het eerste, zuur is hij. Is hij erg zuur? Ik heb zuurdere bieren geproefd. Fruitig, sowieso. De brama, bosbessen en de framboos proef ik ook wel aan het bier. Hij heeft ook wel een mooie volle smaak. Maar de zuur, hij is toegankelijk, de zuurheid. Laat ik het zo zeggen. Ja, toegankelijk zuurtje. Ik heb natuurlijk wel eens bieren niet gereviewd trouwens, volgens mij, nee. Die ik echt niet lekker vond, die, van Sour of Berlinerweisse. Volgens mij zat er eentje van Brouwerij Kees bij en eentje van Valkenboer. Was het Valkenboer? Ja. Volgens mij wel. Maar dit is eigenlijk wel, dit kan ermee door bij mij, bij Bier met Menno. Ja. Cijfer voor het bier, vandaag ook hè? Natuurlijk, hier bij Bier met Menno. Voor brouwerij Lost met een Berry Bombastic van 8%. Een sour Berlinerweisse, zoals jullie zien.
Deze zuurheid, dat is wel een mooi zuurtje. Ja, ik ga voor mij 7,5. 7,5 hier, bij Bieber Menno. Waarom niet? Ik ga hier zeker van genieten. Ik ga leren ze steeds meer drinken. Dat ga ik ze nog lekker vinden, joh. Hey. Ik ga ervan genieten met dit hele warme weer hier in Nederland. Nogmaals 28 graden. Laat me even weten of jullie dit bier al geproefd hebben van de Brouwerij Lost. Een Baby Bombastic. Ben ik zeker benieuwd naar. En wat jullie van de stijl vinden. Hè? Sour en Berlinerwijze. En of ik ze meer moet reviewen. Let me know hier beneden in de comments. Je weet hoe het gaat. En social media hier beneden in de beschrijvingsbox. Ben je nog een abonnee? Abonneer dan even op de knopje hier beneden. En zet gelijk even de belletje aan. Want dan krijg je elke keer een melding. Van Bieber Menno wanneer die een nieuwe bierreview heeft opgenomen. Tuurlijk, en dat wil je. Ik ga ervan genieten. En dan wens ik jullie een fijn weekend. Ik zeg, zoals altijd, hier bij Bieber Menno. Proost!